Maar als je getrouwd bent, dan mag je bijvoorbeeld wel binnenshuis voor je man, mag je dan wel je mooi maken natuurlijk. En dan mag je ook hele leuke kleren aandoen. En, tenminste, heel leuk. Ik vind dit ook heel leuk, maar ja, goed. Weet je wel? Een moslimvrouw moet gewoon bedekt zijn. En waarom maak jij je wel op? Stuk vraag. Ja, ik weet niet. Ik voel me zo kaal zonder oogbedloot. Ik ben het gewoon van vroeger af aan gewend, maar ja, goed. Het moet gewoon niet. Zo. Toen ik op school zat, er was een leraar van mij. Die zei tegen mij, krijg je juist op zo'n manier niet meer aandacht? Ik zeg, zo aandacht. Ja, aandacht van mannen, zeg maar. Want hij zegt, ik kan me voorstellen dat er heel veel mannen zijn die het toch wel spannend vinden, zo'n vrouw die, weet je wel, mij nog moet raden wat er achter zit, zeg maar. Ik zeg, nou, met die reden draag ik die kleren niet. Ik zeg, ik draag deze kleren juist voor het tegenovergestelde, dat ik juist niet die aandacht krijg. Oh. Shit, ik wil echt anders. Wacht, ik was die kap er even af. Nee, dat ja, kan niet. Ja, die kap kan eraf. Kom maar. Die kap, ik hou... Ja, maar dan valt die konijn eruit. Zeg maar hier. Ja, dat verschilt. Misschien... Nou, hij gaat niet zomaar uit die bak. Het kan wel, maar... Oh, shit. Nee, nee. Oh, wat erg dat. Je hebt een mooie opname, hè. Assalamu alaikum, lieve zusters. Daar zitten we dan. Zoveel verschillende vrouwen, zoveel verschillende karakters, zoveel verschillende verhalen. Maar één ding hebben we allemaal gemeen. Eén ding delen wij en datgene is wat ons bindt. Onze liefde voor Allah, zijn boodschapper en zijn religie islam. Iemand gaat niet als tweede vrouw in een huwelijk in als ze er niet achter staat. Wil je weten waar je aan begint? Dan moet je al een bepaalde instelling hebben. Het is toch wel moeilijk, denk ik, om Rabia een tweede vrouw te kunnen vinden, hoor. Oh, dat vinden ze. Goed, dat wel. Kijk, en jouw man, dan kun je ze ook vinden. Dat is geen probleem. Want jouw man die wil geen kinderen meer. Het liefst niet, nee. Je kan, denk ik, makkelijker een jonge vrouw vinden die nog gewoon kinderen wil. Maar de meeste vrouwen niet. Niet in Nederland. Nee. Erg moeilijk, hoor. De meeste meisjes willen alleen de wilde. Polygamie ligt echt zo'n stempel op. Zo van, zielen voor die vrouwen met de rotvent. En weet je, op die manier. Ja. Ja, en daarom ga ik tegen mijn man zeggen van, goh, is dat niet iets voor jou? Dan ben jij allemaal een kind gun, denk ik. Ja. Oh, wat meer dan. Ja, maar het ligt dan heel, mensen denken er heel negatief over. Dat is gewoon, en ik ken persoonlijk niemand die als tweede vrouw zou willen trouwen. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. De kinderen die komen bijvoorbeeld ook iedere keer van de jongste heeft dat op het moment heel erg. Die is nu 4 en die is daar heel erg mee bezig. Hij ziet bij oma bijvoorbeeld de fles wijn op het aanrecht staan. En dan zegt hij, oma, jij drinkt wijn, hè? Ik zeg, ja, en dan ga ik het daar weer nuanceren, heel klein beetje soms. Ja, maar dat mag niet van Allah. Ik zeg, ja, maar oma is geen moslim. Ik zeg, oh, en wat ben jij dan? Ik zeg, oma die gelooft ook en oma die bidt. Oma doet allemaal hetzelfde wat jij doet. Alleen... Maar ik heet mijn Allah, wat voor jou, wat jij zegt Allah en oma zegt God. En God en Allah is eigenlijk hetzelfde. Ja, breng dat een kind van 4 jaar eens bij. En toen zegt hij, vorige week was er nog, toen zegt hij tegen mij, komt hij zo op schoot zitten. En toen zegt hij, oma, ja, als jij wijn drinkt, hij zegt,
dan zeg ik, dan kom jij toch wel. Ja, hun hebben voor de hemel een ander woord en dat ben ik kwijt. Dat weet ik, ik weet niet. Maar dan kom jij toch wel in de hemel, want dan hoef jij niet naar de Zuider, dat is de Satan, hè. Dan zegt Allah, oma is lief, kom maar bij Allah. Nou, en dan moet ik omdraaien, want dan lopen de tranen over mijn wangen. En denk, oh, schattig, ja. Dus zo'n kind is daar eigenlijk al mee bezig. Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Kijk, een beetje jammer. Nou, kom. Ja, we moesten dit helpen. Kom dan maar hier, want het is stom gedoe. Kom. Moussa, schiet eens op. Moussa. Druk te maken. Goedemorgen. Nee. Jij deed het wel mooi, hè? Vond jij het mooiste deed? Ja, vond ik echt. Eerst maar hiermee. Hiermee. Is voor de zak hoor, mee. Toen is een ontzettend stom, zeg. Mijn kleinkinderen, die hebben een keuze, hebben wij allemaal gehad. Die komen een keer op een leeftijd, dan maken ze de keuze zelf. En dat kan voor de islam zijn, maar kan ook goed zijn dus, ja, dat ze denken van, nou, ik doe het allemaal wat minder. En wat hoopt u? Ik hoop dat die kinderen, dan kom ik weer terug op dat wat ik in het begin zei, dat ze niet zo kijken, maar zo. En dat ze ook begrip hebben. He, en zich open kunnen stellen voor andere godsdiensten, voor andere mensen, voor vrouwen, voor homofielen, noem het allemaal maar op. Dat ze daar open voor blijven staan. Stel dat een van jouw zoons homo is. Nee, toch? Hoe reageer je daarop? Nou, het punt is, mijn zus is lesbisch. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Mijn zus is 9 jaar ouder dan ik, dus... Toen tegen de tijd dat zij uit de kast kwam, was ik nog steeds als ik jong. Dus voor mij is, ik ben opgegroeid met dat idee dat dat gewoon normaal was. En zij woont ook al 12 jaar, nee, nog langer, 15 jaar geloof ik inmiddels, met dezelfde vrouw samen. En ik heb als persoon totaal geen moeite met homoseksualiteit, helemaal niet. Maar het maakt natuurlijk wel lastig, want ik weet natuurlijk dat het niet toegestaan is in de islam. Dus ik zou het voor mijn kind erg vinden als hij homo zou zijn. Als mijn zoon straks niet homoseksueel is, maar een vriendinnetje heeft, ja sorry, maar die komt er ook niet in. Slaap. Oh, jullie slapen alle drie nog niet. Ga slapen nou. Ja. Nou, slaap lekker. Tot morgen, inshallah. Assalamu alaikum. Ik weet alleen dat ik mijn kinderen op die manier wil opvoeden dat gewoon seks voor het huwelijk in ieder geval niet toegestaan is. En dat soort relaties, dat kan gewoon niet. En ze moeten daar zelf een keuze in maken. Maar ze hoeven niet van mij te verwachten dat ik daar dan in meega. Ik vind niet dat ik het zo makkelijk hoef te maken daarin. Maar je hebt zelf verkering gehad. En toen was ik geen moslim. Als ik het nu opnieuw zou doen, als ik nu zou moeten, weet ik veel, ik zou scheiden van mijn man of hij komt overlijden, lachen, dan zou ik, dan ga ik zeker op de islamitische manier trouwen. Maar je hebt toch tijd nodig om iemand te leren kennen? Dat hoeft ook niet na 1 keer. Hoe vaak dan? Weet ik niet. Dat hangt er vanaf. Sommige mensen hebben het wel na 1 keer, die zien elkaar en die hebben zoiets van, ja, dat is hem. En die trouwen daarmee. Maar hoe kunnen ze elkaar nou leren kennen in 3 ontmoetingen met mensen erbij? Je leert jezelf... Nee, je gaat... Hij wil trouwen, zij wil trouwen. Dat doen ze, er is een klik tussen die twee. Ze hebben bepaalde wensen die met elkaar overeenkomen. Ze trouwen en daarna leren ze elkaar kennen. Dat is een knop die om moet. Wij zijn dat hier in het West gewoon niet gewend. Maar het werkt wel. Tweeënhalf jaar geleden ben ik getrouwd geweest. Ik was toen 2 jaar moslim en ik wilde dus trouwen om zo sterker te worden. We hadden elkaar 1 keer ontmoet. 2 maanden hebben we contact gehad via telefoon en via de computer. Ja, dat is dus niet geworden wat ik graag had gewild. Ik ben er helemaal niet lang geweest. Oh ja. Weet je, we hadden nog niet eens een gast van huis. Dus ik heb daar niet eens kunnen koken. Oh ja. Dus dat was ook al voorhand al. En wat ik zei van,
van een tweede vrouw, weet je wel. Ben je een week getrouwd en begint ze over tweede vrouw. Ja. En dan heb ik zoiets van, ik weet echt wel wanneer je een tweede vrouw mag hebben. Ja. En dat staat nog nergens op.